Veel van jullie zijn altijd op zoek naar de nieuwe Bitcoin. Er bestaat een hele kleine kans dat het ook echt gaat lukken. Maar er zijn wel altcoins die nog een keer 100 of zelfs meer over de kop kunnen gaan en vandaag de dag ook nog steeds gaan. Dit zijn natuurlijk alle beginnende startups, er zit zeker een risico aan, maar als je de goede ertussenuit weet te pikken, dan kan je daar heel veel geld mee verdienen. Nogmaals, zitten risico's aan, maar ik heb vandaag een hele toffe munt en dat is Acria Network. Hoe kom ik er daarbij? Ik zag deze in een livestream van Bitboy Crypto, kennen jullie vast allemaal wel. Ben ik gaan opzoeken, want hij zei iets interessants in die livestream. Namelijk dat ze het Duitse Innovatie Award van 2021 gewonnen hebben. En dat betekent dus dat de regering Duitsland achter dit project staat, want ze hebben ze tenslotte deze reward gegeven. Dus dat zei voor mij veel. Daardoor ben ik gaan onderzoeken, wat is dit netwerk, wat doet het? En vond ik het eigenlijk wel tof om dit met jullie te delen. Dus in deze video Acria Network, wat voor coin het is, wat het doet en wat je ermee kan. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en als je nieuw bent op dit kanaal, deel ik alles omtrent cryptocurrencies. Denk aan lange termijn investeren, daytraden, crypto nieuws, token reviews zoals deze. Dus als je dat nou tof vindt, klik even op de like-knop en klik ook zeker even op abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zag dat een grote percentage van mijn kijkers tegenwoordig niet geabonneerd zijn. Dus zit je te kijken, vind je de crypto-info gewoon tof, wil je geld verdienen met crypto, klik even op die abonneerknop en nogmaals, like de video eventjes. Verder, wil je meer leren over crypto? Ik heb een gratis crypto training, staat in de beschrijving. Ik heb wat merchandise ontwikkeld, van alles en nog wat. Dus check de beschrijving zeker even. Als je crypto tof vindt, kun je meer leren. Eventueel merchandise aanschaffen, moet je zelf weten. Maar ga daar eventjes kijken. Alright, als eerste, nou niet als eerste, de hele video gaat natuurlijk over Acria Network. Dit is een token review video. We gaan gewoon kijken, wat is Acria Network? Is het waard om hierin te investeren? Ja of de nee? Uiteraard moet je dat natuurlijk zelf gaan bepalen aan de hand van je eigen onderzoek. Dit is ook geen financieel advies. Ik vind het gewoon een toffe munt, tof netwerk. Ik heb het zelf nog niet. Ik heb eigenlijk de laatste tijd een beetje besloten om een lange termijn portfolio te verschuiven naar alles Bitcoin, Ethereum. En wat ik wel in lagere coins heb, winsten mee pakken en simpelweg ook omzetten naar deze twee coins. Ik daytrade en ik swingtrade nog wel met andere coins, maar niet met Acria Network. Waarom niet? Deze kan je niet op Binance of wat dan ook kopen. Deze kan je alleen kopen via de website hier, Acria Network zelf. Nou, nogmaals, Bitboy noemde deze dus in een video van hem. Hij heeft ontzettend groot bereik, dus het feit dat hij zo'n coin als deze noemt, zo'n startup, zit natuurlijk altijd risico aan wat ik net al zei, betekenen voor mij best wel veel of is veelzeggend, want het lijkt mij niet dat hij zijn hele publiek, meer dan 1 miljoen nu abonnees, iets aan gaat smeren wat gewoon niet klopt. Nogmaals, als je het interessant vindt, ga niet op mijn woord af. Kijk gewoon naar het project, onderzoek of je het zelf wat vindt en aan de hand daarvan kun je besluiten om te gaan investeren of niet. Het heet dus Acria Network en wat ze eigenlijk doen hiermee, of wat het project is en waarom ik het ook zo tof vind, is hetzelfde als Chainlink. Dus ze proberen off-chain data, halen ze on-chain door middel van de smart contracts en de nodes die zij daarvoor gebruiken. Dit doen ze via het Polkadot netwerk en volgens eigen zeggen doen ze dat een stuk beter, omdat je hiermee ook Dogecoin, Ripple, wat heb je nog meer, Bitcoin kun je hierop steken en daarnaast volgens mij uit mijn hoofd ook Polkadot. We gaan zo meteen eventjes een kijkje nemen door de website. Acria is genoemd, zoals je hier kan zien, op CNBC. Zegt ook wel iets, nogmaals, hoeft niet direct te betekenen dat het ook een goede investering is. Het project wat erachter zit, wat ze willen bereiken, is van wat mij betreft goed. En blijkbaar is het op CBNC geweest. Het is bij Bitboy geweest. En verder is er nog niet zo heel veel over te vinden. Dat kan het dus maken tot een goede investering op dit moment. Omdat ze dus vrij nieuw zijn. Ontzettend lage prijs is. Dus je zou voor 10 of voor 100 euro kunnen investeren. Moet je zelf weten. En dan kijken of dit een keer 100 over de kop gaat. Dat is natuurlijk altijd leuk meegenomen. Zoals je hier kan zien wat ik zei. Je kan Dogecoin, Bitcoin, XRP en Cardano kan je steken via Acria Network. Nou, wat is het Acria Network dan? Wat ze zelf zeggen, het is een van de meest urgente problemen bij het ontwikkelen, en houd in gedachten, ik heb deze even vertaald naar Nederlands, kan soms raar klinken, van smart contracts is het gebrek aan real world data. Dat is vaak een struikelblok voor smart contract
projecten, blockchains, etc. Maar door technische beperkingen, zoals het consensusprotocol, heeft geen enkele blockchain deze grote beperking kunnen oplossen. Het Acria Network lost precies dit probleem op met behulp van de zogenaamde Oracle Nodes, waarvoor geen tussenpersoon nodig is. En voor de oplettende kijker, dit kan je inderdaad herkennen, want Chainlink doet dit ook dus op deze manier. Daarnaast biedt het cross-chain ondersteuning om verschillende blockchains te voorzien van real-world data. Dus real-world data vormen tot smart contracts. Dat is huge. Chainlink heb ik ook altijd tof gevonden, daar heb ik ook een video over gemaakt. Alleen, die heeft een enorme market cap al, die staat al ontzettend hoog. Dus daar kan je met je investering in vergelijking met het Acria-netwerk, mocht deze het ook supergoed gaan doen, niet zoveel verdienen. Nu is Chainlink al wel een bewezen project, staat die goed hoog altijd. Dus ja, die afweging moet je zelf maken. Hier zit meer risico aan dan bijvoorbeeld een Chainlink. Nou, onderscheidingen, zei ik net al, ze hebben de German Innovation Award van 2021 gewonnen. Eerste blockchain project, volgens mij las ik dat, dat het ooit gelukt is, die ooit deze prijs heeft gewonnen. Dus dat is ook wel tof. En ik denk ook gewoon met al dit nieuws, dit project, alles wat ze aan het ontwikkelen zijn. En mochten ze ook uiteindelijk waar weten te maken wat ze allemaal willen. En ik ga zo even naar de whitepaper met je kijken, naar alles met je kijken. Dan denk ik echt dat deze coin best wel wat meer waard gaat worden. Hoeveel dat zal zijn, ik heb geen idee. De tijd zal het gaan leren. Goed, cross-chain gegevens door de gebruiker toe te staan zijn favoriete cryptocurrency als inzet te gebruiken, elimineren we het gedoe van het verwerven van de valuta die door het netwerk wordt gebruikt volledig. Je kan dus je eigen favoriete crypto gaan gebruiken om geld te verdienen. Daarnaast is elk eindgebruiksprogramma geoptimaliseerd om eenvoudig en zo eenvoudig mogelijk te gebruiken. Nou, koop nu kan je hier doen. Ik zal ook even doen, koop nu en dan kom je dus in het Acria Network. Ik heb een accountje aangemaakt. Om te kijken, hoe werkt het dan? Nou, je kan dus geld overmaken met Bitcoin, met Litecoin, Ethereum en Ripple. Of je kan gewoon cash geld overmaken via wire transfer. En dan kan je dus Acria Network aanschaffen. Nogmaals, ik heb ze zelf nog niet. En je ziet hier ook current rate. 1 Acria is nu 7 cent ongeveer, bijna 8 cent. Minimum investment is €200, dus die 10 of €100 wat ik zei, dat gaat dan niet op. Dus heb je €200 over of $200, dat is denk ik uit mijn hoofd. €180, denk ik zoiets. Heb je dat over, wil je een risico nemen, dan kun je altijd kijken om te investeren in Acria Network. Maar doe dit alleen als je het project tof vindt en als je er ook echt achter staat. Want nogmaals, dit soort kleine projecten nemen altijd risico's met zich mee. Wat ik wel tof vind, is dat het project volledig open is. Dominique Ernst, dat is de ontwikkelaar, een Duitse ontwikkelaar en de hoofdontwikkelaar van het project, is ook te zien op zijn YouTube kanaal. Je ziet, oh, hij heeft hier ook een, die heb ik ook gekeken, video gepost waarin Bitboy het over Acria heeft. Maar je ziet hem hier op zijn kanaal praten over het netwerk, etc. Dus mocht je het interessant vinden, je kan hem ook eerst even gaan volgen. En mocht je dan uiteindelijk toch denken van het is een tof project, kun je er altijd nog besluiten om daarin te investeren. Goed, dat is dus Dominique Ernst. En we hebben deze gast, Donovan Jolly, hij is een CMO, dat staat voor iets van marketing officer, zoiets. Hij heeft een groot YouTube kanaal, 70.000, waar hij eigenlijk helemaal Acria Network promoot. Toen dacht ik eerst, oké, dit is wel een beetje vreemd, maar uiteindelijk blijkt het dus dat hij de marketing officer is, de head marketing officer of de weet ik veel hoe je dat noemt. In ieder geval zorgt hij voor de marketing zoals hier staat, beroemde YouTuber, bla bla bla. Momenteel heeft Donner zoveel abonnees. Nou, hij is dus een marketing officer van Acria Network, dus het is ook logisch in mijn optiek dat hij dan die munt gaat promoten op zijn YouTube kanaal die over crypto gaat. DIY investing is dat, zoek hem maar eens op. Want ja, dat is zijn werk nu eenmaal. Dus eerst dacht ik toen ik dat zag, ja, het zal allemaal wel, want hij heeft veelbelovende dingen. Je geld keer 100 of keer 1000 laten gaan. Dat soort titels vind ik altijd een beetje riskant, want dat weet je natuurlijk nooit. En sommige mensen zijn zo goedgelovig dat ze ook daadwerkelijk de investering maken met het idee, ik ga keer 100 of ik ga keer 1000. En dat ze dus vaak hun geld verliezen. Goed, dat was dit. Functies. De vertaling is wel mooi. Het Acria Network kan in alle blockchains worden gebruikt. Bovendien kunnen veel valuta worden gebruikt als inzet om rente te verdienen. Door het ontwerp is het Acria Network ontworpen om de gemeenschappelijke implementatie van openbaar beschikbare gegevens door de eerste distributeur van de gegevens mogelijk te maken. En je kan dus beloning verdienen met het inzetten van munten op de manier van staking. Dus het werkt op Oracle eigenlijk precies hetzelfde ook als Chainlink. En wat Chainlink dus doet
is natuurlijk ook die off-chain data on-chain halen en dat in smart contracts verwerken. Nou, nogmaals, Chainlink staat al hoog in de rankings, heeft een hoge market cap en zo'n coin dus als deze Acquia Network heeft dat niet. Klein German Innovation Award gewonnen, dus het was voor mij een tof project om eens te gaan onderzoeken. Ik heb hier nog een aantal dingetjes gemarkeerd over Acquia Network om meer over te leren. Ik ga de whitepaper niet helemaal met je doornemen. Die kun je zelf gaan lezen. Acquia Network/whitepaper is een vrij uitgebreide whitepaper. Wat ik ook tof vind om te zien. Niet één of twee kantjes waar wat eigenlijk onzin op staat. Ze hebben hier alles uitgeschreven. Wat ze willen gaan bereiken. Waar ze voor staan, et cetera, et cetera. Dus kan je zelf op gaan zoeken. We gaan nu naar wat meer informatie. Dus wat is het? Nou, het is een van de meest urgente problemen bij ontwikkelen van smart contracts. Is het gebrek aan real-world data, wat ik net al zei. Maar door technische beperkingen, zoals het consensus protocol, heeft geen enkele blockchain deze grote beperking kunnen oplossen. Het Acquia Network lost precies dit probleem op met behulp van zogenaamde Oracle Nodes, waarvoor geen tussenpersoon nodig is. Nou, cross-chains. Het Acquia Network kan in alle blockchains worden gebruikt. Dus door die cross-chain kunnen op alle blockchains kan het netwerk worden gebruikt. Bovendien kunnen veel valuta worden gebruikt als inzet om rente te verdienen. Stip, dat is natuurlijk Polkadot, Ethereum, Binance, Smart Chain. En volgens mij Cardano zoals je net al zag. Dus het is ontzettend tof dat zij al met deze grote projecten samenwerken. En hier dus al ook mee bezig zijn. Polygon en MakerDAO die zouden het misschien al zien als Oracle oplossing. Dus dat zou groot zijn. Zeker Polygon en natuurlijk MakerDAO natuurlijk ook. Of DAO. Dus het is duidelijk dat ze met veel topprojecten bezig zijn, in contact zijn. En dat ze dit kunnen en zullen waarschijnlijk gaan integreren. Waardoor de prijs van Acquia Network flink kan gaan stijgen. Dus, nogmaals, ik vond het veelbelovend toen ik het las. Het Acquia Network bestaat uit drie verschillende groepen factoren. Ten eerste de ontwikkelaars die het Acquia Network gebruiken om off-chain informatie te verkrijgen. Ten tweede de Oracle Node Operators die hun gegevens aan het Acquia Network verstrekken. En ten derde de stakers die het Oracle knooppunt vertrouwen en reputatie geven. Dus je kan het ook gewoon gebruiken voor het staken. Nou, momenteel kan het Acquia Network worden gebruikt op de volgende chains. En dat is Polkadot, Ethereum, Binance Smart Chain en Cardano. De stakers kunnen tot wel 20% van de vergoedingen verdienen die door een node wordt verdiend. Ze selecteren natuurlijk de meest winstgevende knooppunten. Moet ik even kijken wat ze daar... Even kijken hoor. Wat ze daarmee bedoelen. They naturally select the most profitable nodes, which also supply the right information on time. As otherwise, due to the slashing mechanic, it would significantly reduce their staking reward. The more staker are on node, the more trustworthy it becomes. This means that an Oracle node operator tries to get as many stakers on his node as possible, om dus hogere beloningen te krijgen. Goed, dit was dus Acquia Network, gewoon kort. Wat is het voor coin? Wat doet het? Het kan je dus vergelijken met Chainlink. Het heeft een enorm lage market cap. Is alleen te kopen op deze website. Dus vind je het nou tof? Ga hem eventjes checken. Je kan naar de website gaan dus. En ik zal deze weer terug vertalen. Er staat hier bovenin alleen bij jou als het goed is bij Acquia. Kun je op klikken. Moet je je e-mailadres, je gegevens invullen. Heel weinig gegevens, je e-mailadres volgens mij. En nou, je naam zoiets. Kan je Acquia gaan kopen? Kun je het gaan gebruiken straks in staking? Is nog niet live. Is een hele jonge coin, maar het plan is goed. Ze hebben de German Innovation Award gewonnen. Zegt voor mij veel. Een Bitboy durft hier ook over te praten op zijn kanaal. Want ik weet dat mensen dan soms gaan roepen dat je het voor een pump en dump doet of wat dan ook. Daarom zeg ik ook, ik heb het zelf nog niet. Dus ik geef jullie ook de kans om, als je het zou willen, te kopen zonder dat ik daar überhaupt van kan profiteren. En wellicht ga ik het ook nog aanschaffen in de toekomst. Doe ermee wat je wil. Ik hoop dat je het een toffe video vindt. En laat me even weten als je meer van dit soort jonge projecten wil zien. Ik weet dat er een goed publiek van mijn publiek is dat dit soort video's graag wil zien. En een ander publiek die vindt het weer helemaal niks. Dus ik denk voor ieder wat wils. Laat me even weten in de reacties in de beschrijving. En dan zie ik je weer in de volgende. Vergeet even niet te liken, te subscriben. En bedankt voor het kijken. Adios.